Nou, was ik aan het filmen. Staat er helemaal niks op. Nou, even een hele bijzondere goedenavond. Maar wat, ik heb ook al een YouTube TV-kanaal. Ja, ik vind het wel leuk. Maar die blijft niet lang bestaan, want ik heb er al lang weer werk van gemaakt. En er staan twee filmpjes op. En ach, hoe zielig ben je toch ook, zeg. Jongen, 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 jongen. Waar kom je vandaan? Je bent er niet het nageboorte, je bent er niet het navelstreng. Nou, je komt ook niet van de duivel. Ik weet niet wat voor gedrag dit is, waar dit vandaan komt. Misschien komt het wel van Mars of zo. Maar deze had echt helemaal geen leven. Nee, het was iets met, nou ja, iets met Mongool of zo. Dijkstra, weet ik veel. Hoe noem je zoiets? Nou, dat interesseert me ook niet, nul. Wat ze er ook maar van maken. Maar goed, ik heb even een goede melding gemaakt. En ze precies de filmpjes. En dan, ik heb hem blokt. Dus hij kan er niks meer afhalen. Dus moet hem weer een nieuwe aanmaken. Hoeveel tv's krijg ik daar wel niet, hé? Jezus Christus, wat doe je me daar een werk voor, hé? Ik heb gewoon mijn vlokkenaaltje. Ik kan lekker met de hondjes eruit. Allee. Nou ja, Wolfie is alweer bij zijn baasje thuis, bij Peter. Dus ik heb mijn eigen drie hier heb ik in de lopen. Morgen krijg ik weer twee logeetjes. Ja, mijn zwiffertje en het zusje van Sascha. Daar ga ik even naar passen. Dus daar ga ik dan even leuke dingen mee doen. Even lekker aan de wandel. Want het zuurt van het weekend lekker droog blijven. Dus ik blijf niet binnen. En ik zal altijd zeggen, ik maak toch altijd een filmpje als ik met die onderweg ben, waar ik ben. En die laat ik ook op als ik daar ook ben. Dus, maar ik zie nooit Nassus. Je moet hem hier allemaal hebben. En je wil hem maar dat ik kom. Ik ben nou drie keer geweest. Ik verspil er geen benzine meer aan, hoor. Nee, kom nou maar in de Telemannstraat 18. Je weet allemaal waar ik woon. Maar ik zie nooit de kop. Nee, ik kan elke keer die koffiepot maar weer werken, zo de mieter. Nou ja, die pot niet, maar de inhoud ervan. Want je komt maar niet. Nou, ik vind dat nou geen spelletje spelen meer, hoor. Ik zet elke keer koffie. Nou ja, die koekjes die komen zelf ook wel op, want die los ik zelf ook wel. Ik krijg er zelfs nog een kopje koffie met een koekje. Nou, wie doet dat nou? Haast geen één meer, toch? Maar enfin, ik maak er niet zo lang filmpje van. Ik stap om 7 uur, ben ik bij de Christelijk. En als je meer hebben willen, kom gerust, alsjeblieft. En anders dan, get alive and leave me alone. En die moordlijst van mij ook, die wordt ook steeds groter. Dus mensen, pas op. Want ik ben straks de grootste moordenaar van Leeuwarden. Nou, hoe verzinnen is het? Echt waar. Nou, dus daar, ze maken me beschuldigd. Ik ken die hele lui niet. Ik heb ze nog nooit een hand gegeven. Maar ze staan wel op de lijst die ik de dood injaagd heb. Nou, dat knap dan dan. Toch? Ja, daar ben je, die tatoeënaar er niks bij, hoor. Echt niet. Maar, en dan nog even wat. Ik laat ze even in Eikenstraat staan, op het parkeerterrein. Nou, wat daar allemaal binnenkomt, die hoeven niet voor Zwarte Piet te spelen, want dan hebben ze witte neusgaten. Dus, maar gisteren ben ik zelf even bij de VNN geweest. Dus ik heb het even open en bloot, heb ik het even neergegeven. Dus Je staat nou op een korrel, dame. Dus, want je hebt ook zo'n grote vrijheid tegen mij. Ja, maar je komt me hier niet eens, je broekmieren. Want dat je ook genoeg gaat hebben. En je hebt je neus vol, mier je gewoon op je dekbedje, vies matras. Eerlijk waar. Gadverdamme. Ik roek die hier, eerlijk. En ik loop hier maar wat met wc spuit, want zo stink je jou. Ik roek je gewoon hier. Maar goed. Als je me hebt met de vanavond en je wil even een potje robberen, prima. Je weet het, met je grote vrede zou je mijn assen eraf slaan. Nou, dat wil ik dan wel even met beleven. Ja, nou. Maar ik zeg, get alive en houd toch eens op. Stel dat je kleine kleuters en het tikken ook. Dat verraad je me allemaal. Dat eerlijk waar, ik heb jaren met zulke mensen tikt. En in één keer denk ik, hey, dan tik ik wat. En ze verlullen zelf in hun zin. En dan vragen ze, noem dan een naam. Nee, ik ben niet nachtelijk, hè. Ik noem helemaal geen naam. Ik noem de namen bij de mensen die die naam mee weten mutten. Daar doe ik de naam. Dus,
Wie hem krijgt van mijn naam? Alleen dat vieze matras van de Eikenstraat. Ja, nou denk er maar om dat je geen chlamydia krijgt. Want die is er niet vies van. Nee. Maar goed, heet het niks. Ik maak er niet zo lang filmpje van. Ik ga nog even lekker een stukje muziek luisteren. En ik ben om 7 uur bij de Kristelijk. Dus, als je zin hebt om te robberen, ik ben daar. Nou, zal wel weer niks worden, want ze komen niet. Internethulgen. Ze krijgen pianovingers van de toetsen op dat oude toetsenbord. Ze kennen straks wel een hele orkest, kennen ze, hoe noemen we dat, opbouwen. Verdienen ze ook nog eens een keer hun geld, in plaats van altijd hun handje op te houden. En van iedereen maar te profiteren. Ik heb geen bier, ik heb geen check, ik heb dit niet, ik heb dat niet. Ah, goudrap, ja, dan moet je wat minder suipen en wat minder snuiven, ja. En niet mij aanwiezen, moet je wiezen mij, maar je wiezen met 3 vingers naar jezelf. Toedeledokie. En lieve schatten van mij, die wel op mijn hartje leren en die me wel van A tot Z heel goed kennen, ja. Pas op, want ook die hebben jullie op een korrel. Ik zou maar voorzichtig wezen. Ik zeg, get alive and leave us alone. Nou, dat wou ik graag even kwijt. En mis katjes, allemaal een dikke tuut op een snuit. Van het Gypsy Mama Co. TV. Want ik heb nu ook al een tv. Ja. Dus, hele liefdevolle avond. Bye bye. Zwaai zwaai. En dan ga ik nog even lekker een stukje muziek draaien. Au wiedersnitzel. Ont morgen.